Natuurlijke gezichtsmaskers die je huid gelijk doen stralen. Hoeveel geld investeer jij gemiddeld in producten voor je gezicht? De schoonheidsindustrie beweert dat je om een mooi gezicht te hebben, hun producten moet gebruiken. Dit zijn producten als gezichtsmaskers, toners, speciale crèmes. Het doel is om viezigheid en onzuiverheden van de huid af te halen. Ook zijn de producten vaak in staat om huidcellen te regenereren en de elasticiteit van de huid te behouden. Het komt echter lang niet allemaal aan op gezichtsmaskers. Het is ook belangrijk om een goede reinigingsroutine te hebben om je huid gezond te houden. Zo is het bijvoorbeeld verstandig om je gezicht 2 keer per dag schoon te maken, 1 keer in de ochtend en 1 keer in de avond, zodat je viezigheid volledig kunt verwijderen voordat je je gezicht insmeert met crème. Wanneer je kiest voor natuurlijke gezichtsmaskers, is het belangrijk om zeer voorzichtig te zijn. Het product dat je gebruikt mag bijvoorbeeld niet te veel zuur bevatten. Zuur zorgt er namelijk alleen maar voor dat je huid uitdroogt. Gelukkig bestaan er ook oplossingen voor natuurlijke gezichtsmaskers die eigenlijk dezelfde resultaten bieden. En dit zonder ongewenste bijwerkingen. Wij raden aan om producten altijd eerst even te testen op een klein deel van je gezicht, zodat je er zeker van kan zijn dat er geen allergische reactie op zal treden. Dat gezegd hebbende, er bestaan genoeg verschillende natuurlijke gezichtsmaskers, dus je kunt er makkelijk een vinden die het beste past bij jou. Vergeet niet dat je je gezicht voor gebruik eerst goed moet wassen. Natuurlijke gezichtsmaskers voor een stralende huid. Deze natuurlijke gezichtsmaskers kun je makkelijk zelf thuis maken. Haver en water. Dit maskers is perfect als je een vette huid hebt. Haver kan helpen om overbodige oliën te verwijderen en puistjes en meeeters onder controle te houden. Ingrediënten 3 eetlepels haver 1/4 kop water. Instructies: meng de 3 eetlepels haver met het water. Blijf roeren tot je een gelijkmatig mengsel hebt. Toepassing: verdeel het masker evenredig over je gezicht. Laat het masker 20 minuten zijn werk doen. Spoel het masker na 20 minuten af met koud water, zodat er geen restjes overblijven. Banaan en honing. Bananen bieden enkele zeer belangrijke voordelen voor de gezichtshuid. Ze hydrateren de huid en voorzien de huid van verschillende voedingsstoffen. Daarnaast helpen ze om de elasticiteit van de huid te vergroten en rimpels te verminderen. Ingrediënten 1/2 banaan 1 eetlepel honing. Instructies: gebruik allereerst een vork om de halve banaan te prakken. Voeg er dan een eetlepel honing aan toe en meng de ingrediënten door elkaar tot je een gladde pasta hebt. Toepassing: gebruik je vingertoppen om het masker met zachte ronde bewegingen aan te brengen op je gezicht. Laat het 25 minuten zijn werk doen. Spoel het masker dan af met warm water en smeer je gezicht in met een vochtinbrengende crème. Avocado. Avocado is een vrucht die rijk is aan gezonde vetten. Ook bevat het foliumzuur en vitamines. Dit zijn onmisbare ingrediënten als je je gezicht wilt behandelen met natuurlijke gezichtsmaskers. Dit geldt vooral als je je gezicht wilt reinigen en hydrateren of als je ervoor wilt zorgen dat je huid weer gaat stralen. Ingrediënten 1 avocado 1 citroen,
ongeperst instructies. Doe de avocado in een kommetje en gebruik een vork om het vruchtvlees fijn te prakken. Voeg dan het sap van een citroen toe en meng de ingrediënten ongeveer 20 seconden door elkaar. Toepassing: smeer je hele gezicht in met dit masker. Let vooral op delen van je gezicht als je neus, voorhoofd en kin. Laat de ingrediënten ongeveer 15 minuten hun werk doen. Gebruik dan koud of lauwwarm water om het masker af te spoelen.